Ik begon 2,5 jaar geleden met het idee dat ik een paar maanden waarnemend burgemeester zou zijn. Nou, iedereen weet inmiddels dat het 2,5 jaar geworden is. Ik dacht de stad te kennen. Maar eigenlijk leerde ik de stad toen pas kennen. Ik heb het meeste genoten in de rol als burgervader van de contacten met mensen. Natuurlijk, je moet veel vergaderen, je zit veel op het stadskantoor, achter je bureau, aan de computer. Maar dat is omdat het moet. Met mensen in contact zijn is omdat het mag. Omdat je daar de verhalen hoort. Omdat je daar de contacten legt met de mensen. Omdat je dan de beleving van de stad voelt. En als je door de stad loopt, als je spreekt met de mensen, dan zie je zoveel om trots op te zijn. Of het nou Cultura Nova is, of het nu de murals zijn, of het nu het IBE Dansfestijn is, Schrietmacher is, maar ook gewoon hoe hard er gewerkt wordt om industrie naar deze stad te gaan halen, om mensen weer aan het werk te krijgen, ja, dan mag je trots zijn op je stad. Mensen vragen mij wel eens, wat is Heerlen nou eigenlijk voor een stad? En dan zeg ik, Heerlen is een stad met lef. Ja, er zijn heel veel uitdagingen, maar Heerlen heeft het lef om daar de tanden in te zetten en te zorgen voor oplossingen. Heerlen heeft ook het lef gehad om tegen de gebaande paden in te gaan, door bijvoorbeeld het Maankwartier door een kunstenaar te laten ontwerpen. En dit is iets om de komende jaren verder uit te breiden. Daarmee zie je dat Heerlen in staat is om een nieuwe toekomst te bouwen. Een prachtige toekomst, niet alleen voor de mensen die hier al 50, 60, 70 jaar wonen, maar vooral ook voor de jeugd die wil bouwen aan hun eigen toekomst. Ik kan u helaas niet allemaal de hand schudden, maar ik wil iedereen wel ongelooflijk bedanken dat ik deze prachtige klus heb mogen doen. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik toch wel met heel veel pijn in het hart Heerlen ga verlaten als waarnemend burgemeester. Ik weet het is mijn eigen keus, maar ik ben wel een ongelooflijk fan van Heerlen geworden. En ik zal ook altijd een ambassadeur van Heerlen blijven. Je zult me dan ook met grote regelmaat wel door de stad zien lopen. Dat wel niet als waarnemend burgemeester, maar gewoon als fan van deze prachtige stad.